Dat is de nieuwe Humer BMC. De B-klasse modder en comfort. Hij is als half integraal, zoals hier staat, de BMC-T. Maar ook als vol integraal, de BMC-I. De nieuwe BMC is een samenwerking tussen Mercedes, Humer en Alco. Mercedes, de drijflijn van de nieuwe Sprinter als voorwielaandrijver met een 9G automaat. Alco met het SLC chassis wat door Humer ontwikkeld is. Dit chassis is voor ons helemaal vlak. Een relatief hoge, vlakke bodem. Daarin ligt kachel, watertanks, accu's, opladers, inverters, maar ook een groot doorlaadvak. Je ziet dat enorme vak in het chassis waar zelfs de kachel in gemonteerd is. En in dat vak kunnen zelfs de kinderen een hut bouwen. We zijn hier midden in Duitsland uitgenodigd op training door Humer. En de testpiloten van Humer laten zien wat deze auto's nou in de praktijk echt allemaal kunnen. Links drin, hier is einfach eingebremst. Ich stehe immer noch voll auf dem Gas. Mit 85. So, hoppa. In die abgelenkten. 60 in die Kurve. Selbst wenn ich jetzt am Lenkrad ziehe. Wir kommen in keine Schleuderbewegung. Das Auto fährt einfach ganz gerade rein. Deze auto ligt als een blok op de weg. Dit is de nieuwe MBUX, de 10-inch versie van het navigatiesysteem van Mercedes. Volledig connected, ook de navigatie, maar zo ook koppeling met bijvoorbeeld Spotify vanuit je telefoon, maar ook de voertuiggegevens zoals het aantal newtonmeters. Alles is connected. De Modern Comfort is leefbaar in twee interieurs maar. Grand Oak, lichthout met mat. Of het Notch Cognac met donkerder hout en hoogglanswit. In de integrale versie heb je voorin een hefbed. Zo creëer je twee extra slaapplaatsen voor volwassenen of voor de kindjes. Alle laders zijn natuurlijk soft close. En nou, het laat ook heel goed zien dat ze ook echt dicht zitten. De Humer BMC heeft echt de hoogste garagemaat in zijn klasse. Ik meet maar liefst 1,33 meter. In zo'n hoge garage kan je prima een scooter meenemen. Of je gaat natuurlijk lekker sportief fietsen in de berg. De Humer BMC is uitgeroepen door de ANWB Camper van het Jaar. Maar daarnaast is die ook genomineerd voor Camper van het Jaar. Door de Nederlandse Kampeerautoclub. Yeah. Mooi zo langs het meer. Of door van die mooie kleine bergpasjes. Maar ja, als het mooi weer is. Je hebt een terrein vol met campers. Waarom nemen we hem niet gewoon mee in Nederland?